Goedenavond. Helaas geen receptie vanavond, maar misschien kunnen we hopen of bidden voor een bovennatuurlijke interventie. Ik heb me laten vertellen dat het wel alleen werkt als mensen oprecht geloven. Dus ik weet niet of er voldoende mensen aanwezig zijn vanavond die daarvoor kunnen zorgen. Het zal helaas ook geen miraculeuze vermenigvuldiging zijn. We hebben zelfs niks om mee te starten. Maar dus zonder tegenbericht helaas geen receptie. En dan steek ik nu van wal over bidden. Er is mij gevraagd om een lezing te geven over de psychologie van bidden. Waarom mensen bidden, waarom mensen geloven in mirakels, wanneer God gebeden verhoort enzovoort. En ik ben daar al een tijdje mee bezig, omdat ik heel sterk gefascineerd ben door religie in het algemeen. En vooral door een recente stroming in de wetenschap die zich bezighoudt met religie. Er zijn al heel veel ambitieuze theorieën, al van in de 19e eeuw, over de opkomst en de ontstaansgeschiedenis van religie door denkers als Sigmund Freud en Émile Durkheim. Maar eigenlijk is het pas vrij recent dat men echt op een wetenschappelijke manier, ook met experimentele methodes, probeert te achterhalen waar religie vandaan komt. En eigenlijk, misschien een beetje paradoxaal genoeg, is een van de uitgangspunten van die zogenaamde cognitieve wetenschap van religie dat er niet zoiets bestaat als religie. Een beetje gek om je eigen onderzoeksdomein weg te verklaren. Maar eigenlijk houdt het wel steek als je erbij stilstaat. Wat bedoelen zij daarmee? Natuurlijk bestaan er mensen die in God geloven en in spoken en in heksen en in meerdere goden of wat dan ook, in bovennatuurlijke wezens. Maar de afbakening van religie die is eigenlijk een beetje kunstmatig. Dus het is ook wat artificieel om dat te zeggen. We gaan ons alleen maar daarmee bezighouden. Alsof er een heel scherp onderscheid valt te trekken, bijvoorbeeld tussen religie en bijgeloof, of tussen religie en ideologie, of religie en paranormaal geloof. Dus cognitieve wetenschappers van religie gaan er eigenlijk vanuit, er zijn gewoon allerlei geloofsovertuigingen en daaraan zijn praktijken en rituelen gekoppeld. En in sommige culturen staan die bekend als religie of godsdienst of wat dan ook. In sommige culturen bestaat daar zelfs geen woord voor, maar we herkennen dat wel overal. Iets gelijkaardigs. Dus er zijn, als je het heel breed definieert, er zijn geen culturen bekend in de antropologie waar men geen enkel geloof hecht aan bovennatuurlijke entiteiten of personen. Of dat dan goden zijn natuurlijk, of dat dat de tegenhanger zijn van wat wij als een god beschouwen in onze westerse cultuur, dat is voor een stuk een zinledige vraag. Dat hangt ervan af hoe je de term god definieert. Dus het uitgangspunt van die cognitieve wetenschap van religie is, religie als dusdanig bestaat eigenlijk niet. Het loopt over in allerlei andere zaken. Het is ook iets dat heel normaal is. Sommige mensen, bijvoorbeeld denk aan Richard Dawkins en zijn boek The God Delusion. Nu, delusion is een term uit de psychiatrie. Hij bedoelt dat natuurlijk niet zo letterlijk. Maar het is zeker niet zo dat religie een mentale stoornis is of wat dan ook. Het is iets dat een normaal voorbrengsel is van menselijke geest. Eigenlijk, door de manier waarop ons brein werkt, is het bijna onvermijdelijk in culturen over de hele wereld dat er zoiets als religie bestaat. Dus wij zijn er allemaal vatbaar voor. Ook mensen die niet in God geloven, die zijn misschien ooit gelovig geweest, maar in ieder geval, zij hebben ook een brein dat vatbaar is voor bovennatuurlijke overtuigingen en voor religie. Dus er is helemaal niks abnormaals aan religie of dysfunctioneel. Het is eerder in tegendeel, het is het normale product van cognitieve processen. Er is ook geen speciale God spot in ons brein. Hè. Dus opnieuw, je kan dat ook niet gaan lokaliseren. Dus een beetje, het ligt in het verlengde van het punt dat ik daarnet maakte. Er is niet zoiets als religie en dan daarnaast allerlei andere zaken, alsof er een scherp onderscheid bestaat. Dus er is ook geen speciale module in ons brein die daarvoor verantwoordelijk is. Het is eerder zo dat religie of bovennatuurlijk geloof het product is van een heel aantal verschillende breinprocessen en hoe die op elkaar inwerken. Dus er zijn geen speciale hersendelen bij betrokken, er is geen godspot. En er zijn allerlei grijze zones. En je kan je dan de vraag stellen, mensen die in telepathie geloven of in geesten of in spookhuizen of zo,
Is dat dan ook een vorm van religie? Wel, ja, goed, je moet natuurlijk ergens een concept afbakenen, maar eigenlijk een zinvol antwoord bestaat daar niet op. De term religie wordt soms ook gebruikt voor, denk maar aan de Groene Kerk of zo, dat wordt dan ook een religie genoemd, omdat dat bepaalde associaties heeft. Meestal wordt het niet in de positieve zin bedoeld. Dat is trouwens iets wat mij vaak opvalt, dat zelfs religieuze mensen het woord religie vaak als scheldwoord gebruiken. Dus eigenlijk, jouw atheïsme is ook een religie, bijvoorbeeld, zeggen ze dan. Dat is ook een vorm van religieus geloof. Wat dan uiteraard niet als compliment bedoeld is, het een beetje gek. Het is aannemelijk dat ik als atheïst het woord religie misschien niet complimenteus bedoel, maar dus misschien toch vreemd dat religieuze mensen daar zelf dat zelf op een of andere manier toepassen. Is this someone's idea of a joke? Ja, terwijl ik hier aan het spreken ben, heeft iedereen ondertussen wel al de cartoon gezien. Dus die hoef ik niet uit te leggen. Dus dat als korte achtergrond bij die cognitieve wetenschap van religie. Nu, in het verlengde daarvan zijn er ook onderzoekers, en daar heb ik zelf wat over gepubliceerd, in de culturele evolutie. En dat is eigenlijk een beetje in dezelfde denktrand. Dus je gaat ervan uit, religie is het product van normale menselijke breinen. Maar je hebt natuurlijk... Ja, letterlijk oneindige veelheid aan mogelijke religieuze geloofsovertuigingen of praktijken of rituelen of wat dan ook. Historisch gezien zijn er natuurlijk ook talloze verschillende geweest. En niet alle religies, of niet alle vormen van bovennatuurlijk geloof, waren even succesvol. Er zijn heel veel goden die we nog wel kennen, omdat het gewoon deel uitmaakt van onze geschiedenis. Maar die in die zin dood zijn. Nietzsche zou zeggen, ze zijn allemaal dood. Maar ik bedoel dood in de zin dat er bijna niemand meer geloof aan hecht. Er wordt niet meer voor gebeden, bijvoorbeeld. Een beetje sneu voor die goden. Ze hebben zo lang mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Poseidon, bijvoorbeeld. Er zijn ongetwijfeld nog wel mensen, polytheïstische mensen, die dus de oude Griekse en Romeinse goden in ere willen herstellen. Maar eigenlijk... Het is toch merkwaardig dat veel religies, eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarschijnlijk 99% van alle religies die ooit bestaan hebben, zijn uitgestorven. Net zoals ook 99,99% van alle biologische soorten die ooit bestaan hebben, zijn uitgestorven. Dus er is een heel streng selectieproces. Niet alle goden of niet alle religies zijn even succesvol en zij wedijveren voor een stuk met elkaar. En dan is de interessante vraag natuurlijk, hoe komt het dat de ene religie overleeft of heel succesvol is, en de andere misschien niet. Er zijn, in elk tijdperk zijn er profeten, religieuze vernieuwers eigenlijk, die zelf een nieuwe openbaring krijgen of wat dan ook. En sommige daarin zijn meer succesvol dan anderen. Om er nu de twee succesvolste uit te nemen, is uiteraard Jezus van Nazareth. Enfin, er is een historische discussie over de vraag of Jezus echt wel bestaan heeft, maar ik ga er nu wel van uit dat er echt wel ooit zo'n figuur was, die misschien niet de zoon van God was, maar toch een zeer merkwaardig figuur. Wel, de religie is de meest succesvolle, denk maar aan 2021, het jaar. Dus uiteindelijk is dat is misschien een symptoom van het succes van het christendom, dat de hele wereld dus de jaarrekening gebruikt van eigenlijk zoveel jaren na Christus. En dan Mohammed natuurlijk, in de 7e eeuw, ook een zeer succesvolle profeet, die eigenlijk een vorm van een religieuze vernieuwer was. Eigenlijk was zijn religie op dat moment, of men gaat daar toch van uit, een soort christelijke secte. Met een secte bedoel ik hier niet in de negatieve zin, maar dus gewoon een afsplitsing van het christendom, die zich ook heel sterk beriep op allerlei figuren uit de Joodse en christelijke traditie. Dus als je de Koran leest, ga je daar heel veel personages in herkennen. Maar goed, daar ga ik niet over uitweiden. Dus sommige goden zijn meer succesvol dan anderen. Waarom is dat zo? Wel, voor een stuk is dat natuurlijk een effect gewoon van traditie. In de biologie spreekt men dan van een founder effect, bijvoorbeeld. Ja, als je een grote veroveraar, iemand als Alexander de Grote of zo, dus die het plots voor het zeggen heeft voor miljoenen mensen, ja, die kan natuurlijk zijn religie misschien opleggen aan die mensen, zonder dat die religie daarom bijzonder succesvol is. Zonder dat die religie intrinsieke eigenschappen heeft die haar aantrekkelijker maken. Dus dat is één mogelijke verklaring. Maar ik denk... Een andere mogelijke verklaring is natuurlijk dat sommige geloofsovertuigingen gewoon intuïtiever zijn of aantrekkelijker voor ons brein. Dus je kan beschrijven waarom ons brein vatbaar is voor religie in het algemeen, maar je kan ook beschrijven waarom ons brein vatbaar is voor specifieke religieuze overtuigingen. En je kan daar natuurlijk eindeloos op gaan variëren. En ik denk
zeker de geloofssystemen vandaag, die bijzonder succesvol zijn, als je kijkt naar het christendom of naar de islam, dat zijn eigenlijk geloofssystemen die bijzonder goed in elkaar zitten. En dat wil niet zeggen dat iemand die ooit heeft ontworpen, ik dacht, mensen als Nietzsche hechten daar wel geloof aan, alsof er ooit een soort van samenzwering van priesters was of zo, om dan een slavenmoraal op te leggen. Nee, ik denk niet dat het zo gegaan is. Maar ik denk wel dat doorheen de tijd zie je dat zo'n geloofssysteem wel zeer robuust wordt. En dat er dus goede redenen zijn eigenlijk waarom die religie zo succesvol is geworden. Succesvoller misschien dan andere religies, waar we zelfs gewoon geen notie meer van hebben, omdat ze al lang in de plooien van de geschiedenis zijn verdwenen. Wat verklaart dan hun succes? Ik heb al een aantal aspecten genoemd. Sommige vormen van geloof zijn intuïtiever, prikkelender, memorabeler. Dat wil ik echt letterlijk zeggen. Je kan ze beter onthouden. Als er een religie misschien te ingewikkeld is of zo, of te bizar, dan is het misschien gek en ja, dan kan je er niks meer bij voorstellen. Sommige religies zijn misschien ook beter in staat om een groep te doen samenklitten. Er is een interessant boek van Aaron Lorenzayan. Die heeft beschreven dat big gods, en dan bedoelt hij dus ja, grote monotheïstische goden die oordelen en straffen en belonen enzovoort, dat eigenlijk zeer succesvolle culturele innovaties zijn, omdat ze dus meer dan andere religies slagen in een vorm van groepscohesie. En als je natuurlijk heel goed aan elkaar hangt als groep, ga je misschien ook zegevieren als groep en misschien ook jezelf uitbreiden als groep en daarom indirect ook je religie gaan verspreiden. Goed, dat is een beetje als achtergrond voor dus waar mijn eigen onderzoek ook vandaan komt, binnen die cognitieve wetenschap van de religie en dus ook de culturele evolutie van de religie. Eigenlijk is het vooral daar dat ik mee ben bezig geweest, omdat vooral de evolutie van geloofssystemen en hoe die zich aanpassen aan een omgeving en aan ons brein mij heel sterk fascineert. Niet alleen in religie, maar ook bijvoorbeeld pseudowetenschap, dat was het onderwerp van mijn doctoraat. Religies gaan over bovennatuurlijke wezens. Opnieuw, niet allemaal. Er zijn ook religies die geloven in sprekende bomen bijvoorbeeld, of in boze vulkanen enzovoort. Je kan dat natuurlijk ook voor een stuk als wezens beschouwen, of dieren die onsterfelijk zijn. Maar eigenlijk, er zijn heel veel religies die wel geloof hechten in een of andere vorm van een persoon. En met persoon bedoel je dan iemand zoals wij die kennen, zoals wij personen van vlees en bloed kennen. Ze hebben dan misschien een ander lichaam, of ze zijn alomtegenwoordig, of ze zijn lichaamloos. Maar het zijn personen met wie je een persoonlijke interactie kan hebben. Ze hebben intenties, ze hebben bepaalde doelen, ze hebben misschien ook emoties, ze hebben een geheugen, ze kunnen bepaalde zaken doen en laten enzovoort. En met die personen, met die bovennatuurlijke personen, treden religieuze mensen in interactie. En cognitieve wetenschappers van de religie die gaan ervan uit dat de manier waarop we in interactie treden met die bovennatuurlijke personen, dat die niet zo geweldig veel afwijkt van hoe we normale personen benaderen. Dus opnieuw, we hebben normale cognitieve adaptaties, dat wil zeggen breinmechanismen die door evolutie zijn vormgegeven om met elkaar te kunnen omgaan, onze zogenaamde theory of mind. We kunnen heel gemakkelijk van elkaar inschatten wat iemand bedoelt, wat iemand op het oog heeft. Dus we hebben daar een kind hoef je dat niet aan te leren. Dat is iets dat heel spontaan komt. En we gaan eigenlijk dezelfde psychologie gaan toepassen op die fictieve, denkbeeldige of onzichtbare wezens. Een technische term die daarvoor wordt gebruikt in de literatuur is dat religieuze wezens minimaal contra-intuïtief zijn. Dat wil zeggen dat ze een klein aantal eigenschappen hebben die afwijkt van wat we intuïtief verwachten, maar het mag niet te gek worden. Dus bijvoorbeeld een god die onsterfelijk is, ja, dat is wel contra-intuïtief, want alle andere personen die we kennen die zijn wel sterfelijk, maar een god die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, alleen maar bestaat op woensdag en die zevenkoppig is en alleen maar gebeden verhoort als je op je ene been staat. En van, ja, je kan zo allerlei zaken bedenken. Dat is een beetje gek. Dus een god die bijvoorbeeld geen geheugen heeft of die alles vergeet, of behalve wanneer, weet ik veel, wanneer hij hem op een bepaalde manier aanspreekt. Er zijn allerlei denkbeeldige religieuze overtuigingen die niet zullen aanslaan, omdat het gewoon te bizar wordt. En cognitieve wetenschappers die hebben dus vastgesteld dat eigenlijk het optimum, dus de beste religieuze overtuigingen, dus die het meest aantrekkelijk zijn voor ons brein, zijn degenen die
grotendeels eigenlijk in het verlengde liggen van onze normale opvatting van een persoon, maar die daar op cruciale punten van afwijken. Bijvoorbeeld omdat ze onzichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze onsterfelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze alomtegenwoordig zijn, op verschillende plaatsen tegelijk kunnen zijn. Dus ze hebben een aantal merkwaardige eigenschappen, contra-intuïtieve eigenschappen, maar in andere opzichten eigenlijk zijn het normale personen waarmee je op een normale manier interageert. En dan kan je bidden eigenlijk zien als een, ja, als een verlengstuk van hoe we ook met elkaar interageren. Bidden is een manier om iemand iets te verzoeken, om iets te doen. Dat kennen we. Dus we hebben er normale menselijke interactie ook. Met dat verschil dus dat je iemand verzoekt die onzichtbaar is of in ieder geval niet fysiek aanwezig. En zo zijn er nog heel veel analogieën natuurlijk. Wat we in het normale leven vleien noemen, noemen we in een religieuze context loven. Bedanken is een offer brengen. U verontschuldigen bij iemand is ter biecht gaan. En uw eigen zonden opbiechten bijvoorbeeld. Een vergoeding is voor een stuk ook waar een boetedoening op neerkomt. Of denk maar heel letterlijk dan in de katholieke traditie, het kopen van aflaten om iets goed te maken. Vervloeken is eigenlijk een vorm van dreigen. Lobbyen, soms letterlijk, opnieuw in het katholieke geloof, gaat men ervan uit dat je voorspraak kan bekomen bij heiligen om op die manier indirect tot God te komen, omdat je van God iets gedaan wil krijgen. Ook dat is eigenlijk iets dat we waar we heel sterk mee vertrouwd zijn, gewoon in een normale menselijke context. Laten we ons nu even toespitsen op bidden. Wanneer we iemand in onze normale dagelijkse omgang verzoeken om iets te doen, ja, dan wordt dat verzoek natuurlijk niet altijd ingewilligd. Dat hangt af van waar die persoon toe in staat is. Je kan niet het onmogelijke verzoeken van iemand waar hij toe bereid is. Iemand kan misschien in staat zijn om iets te doen, maar heeft misschien de intentie er niet toe. Misschien omdat hij niet gunstig gezind is. En ook de manier waarop hij dat kan doen. Er zijn ook verschillende manieren om zo'n verzoek in te willigen. Nu, hier is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen theologie, en dan bedoel ik, met theologie bedoel ik een systematische uitwerking van religieus geloof, zoals we die terugvinden bijvoorbeeld in het christendom, of in het jodendom, of de islam. Een andere wereldreligies, dat bestaat niet in elke religie. Dus theologie aan de ene kant, en aan de andere kant je zou kunnen zeggen volksgeloof, om nu de term te gebruiken, ook die denk ik in deze lezingenreeks voorkomt. Theologie gaat dus om een systematische uitwerking, een vrij abstracte uitwerking van de geloofsovertuiging. En aan de andere kant heb je dus het volksgeloof, eigenlijk het soort geloof dat mensen in de praktijk bedrijven. En nu is er iets tragisch in religie, tragisch is een beetje ironisch uitgedrukt, namelijk dat de geloofsbelijdenis die mensen uitspreken, in de kerk bijvoorbeeld, dat die vaak afwijkt van wat ze in de praktijk doen. Dus ze zeggen eigenlijk één iets. Ze spreken een bepaald credo uit, bijvoorbeeld over dat God drievuldig is en alomtegenwoordig enzovoort, en dat hij één eerstgeboren zoon heeft enzovoort. Al die zaken waar men lippendienst aan bewijst, letterlijk, in de kerk, bijvoorbeeld, of in de moskee. Maar dan als je ziet wat mensen in de praktijk doen, bijvoorbeeld wanneer ze bidden, wanneer ze zelf een persoonlijke interactie aangaan met die God, dan zie je dat dat daarvan afwijkt. En de hele geschiedenis van dus bijvoorbeeld het christendom en de islam is voor een strijd ook, voor een stuk ook een strijd tussen die theologische, meer intellectualistische opvattingen van religie en die meer volkse, intuïtieve opvattingen. Denk maar aan de term bijgeloof. De term bijgeloof is eigenlijk een manier voor religieuze autoriteiten om de vormen van geloof te bestrijden die ze liever niet willen. Ze willen liever dat mensen theologisch correct zijn, dat ze recht in de leer zijn. Maar telkens opnieuw zie je eigenlijk dat mensen vervallen in meer intuïtieve opvattingen van geloof. In meer, zou je dat kunnen zeggen, naïeve godsbeelden. Dus er is een contrast tussen de geloofsbelijdenis aan de ene kant en wat mensen daadwerkelijk geloven. En dat staat bekend als het probleem van theologische incorrectheid. Justin Barrett is een van die onderzoekers die daar een boek heeft over geschreven, Why Would Anyone Believe in God? Laten we dat eens toepassen op bidden. Wel, als je kijkt naar de christelijke traditie, ja, dan heeft het hele idee van bidden iets merkwaardigs. Toch, als je vertrekt vanuit de klassieke theologie van het christendom, waarbij God dus drie eigenschappen heeft,
Hij is alwetend, algoed en almachtig. Nu, bidden is iemand verzoeken om iets te doen. Als je iemand verzoekt om iets te doen die alwetend is, dan kan je je afvragen, ja, waarom hoef je dat nog te vragen als hij toch al alles weet? Ik trek het een beetje op flessen, maar het is wel een paradox. Als je er echt vanuit gaat, theologisch gezien correct, dat God alwetend is, dan is het eigenlijk overbodig dat je hem inlicht over iets. Of dat je zegt dat je een bepaalde wens hebt, die wens zou hij dan toch al weten. Hij is al goed, dat wil eigenlijk ook zeggen, ja, er zijn maar twee opties. Ofwel vraag je hem om iets dat ethisch gezien aanvaardbaar is. En in dat geval zou hij het sowieso al doen, want hij is al goed. Ofwel vraag je hem iets dat, ja, waar hij nog niet van overtuigd is of zo. En dat is eigenlijk ook paradoxaal. Zoals Thomas Paine zei, eigenlijk de gelovige zegt aan God, thou knowest not so well as I. Ik ga even aan jou, al goede en al wetende God, vragen. Dat zou de wereld toch niet ietsje beter zijn als je nog dit zou doen voor mij. En dan, God is almachtig. Dat wil eigenlijk ook zeggen, strikt gezien, dat je hem eender wat kan vragen. Gesteld dat hij natuurlijk, dat het in zijn plan, in zijn goddelijke plan past. En ook daar zie je dat wat mensen in de praktijk geloven wel afwijkt van wat ze dan van waar ze lippendienst aan bewijzen, bijvoorbeeld in een theologische context. In de Bijbel zien we het evangelie van Marcus, daar staat letterlijk alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Ja, dat klinkt zeer aanlokkelijk, maar aan de andere kant staat er dan ook weer in het Oude Testament, in Psalmen, waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Dus die paradox zit ook in de Bijbel en in veel andere religieuze tradities. Zeker als je uitgaat van een bovennatuurlijk wezen dat almachtig is, kan je de vraag stellen, ja, waarom inderdaad kan hij niet gewoon alles geven wat ons hart verlangt en het zal u ten deel vallen enzovoort. Maar toch is dat niet in de praktijk wat mensen doen. Mensen verwachten niet van God dat hij alles doet en ze zouden het ook een beetje merkwaardig vinden. Maar waarom komt dat dan? Dus waarom bidden mensen voor bepaalde zaken wel en bepaalde zaken niet? Ik kwam een tijdje geleden een fragment tegen uit The Adventures of Huckleberry Finn, een beroemd boek van Mark Twain. Daar zegt Huckleberry Finn op een bepaald moment over een weduwe die je ontmoet. She told me to pray every day and whatever I asked for, I would get it. Dat is de boodschap van Marcus, hè? But it weren't so, I tried it. En de weduwe legt uit, ja, maar je mag enkel om spiritual gifts vragen. Je mag niet zomaar vragen dat God hier wijn en versnaperingen op tafel zet om hier een fantastische receptie. Zelfs mensen die religieus gelovig zijn, die zouden dat niet zomaar verwachten. Zelfs mensen die wel bidden, die zeggen, ja, oké, maar zo werkt het niet. Maar opnieuw kan je afvragen, ja, maar waarom werkt het niet zo? Het idee is toch dat hij almachtig is, dus waarom inderdaad doet hij bepaalde zaken wel en doet hij bepaalde zaken niet? Nu, dus onderzoekers in de cognitieve wetenschap van religie, die hebben zich daarmee bezig gehouden. En die hebben eigenlijk een onderscheid gemaakt dat we ook opnieuw in de alledaagse context kennen. Er zijn eigenlijk drie manieren waarop we iets kunnen doen, waarop we handelingen kunnen stellen. Je kan op een directe, fysische manier handelen. Iemand op zijn gezicht slaan bijvoorbeeld, een fysische handeling. Biologisch, ik kan iemand besmetten met een virus, dat is een soort biologische handeling. Of ik kan iemand bezwangeren, dat is ook een biologische handeling. En psychisch, ik kan uiteraard van op afstand, zonder iemand aan te raken of zo, kan ik door taal te gebruiken of door een e-mail te sturen, kan ik dus ook invloed uitoefenen op andere personen. Dus je zou kunnen stellen, ja, er zijn drie mogelijke manieren waarop God met ons kan interageren. Dus op een fysische, een biologische of een psychische manier. En eigenlijk is daar geen duidelijke religieuze instructie over. Dus de theologie zegt alleen, ja, God is almachtig, dus hij kan eigenlijk in principe alles doen. Hij is ook alomtegenwoordig. Hij verricht mirakels, maar hoe hij dat precies doet, wat zijn modus operandi is, eigenlijk, de theologie is daar nogal dubbelzinnig of vaag over. En dat laat natuurlijk de ruimte voor alledaagse vormen van geloof om dat op hun manier te gaan invullen. Misschien op de manier die het meest intuïtief is of het meest aantrekkelijk. Nu, Justin Barrett, die man van daarnet, die zei, ja, misschien vragen mensen niet om bijvoorbeeld een wonderbaarlijke verschijning van flessen wijn en versnaperingen opnieuw, omdat eigenlijk
Omdat ze met dat soort directe fysische handelingen op afstand, je gaat ervan uit dat God ergens ver weg is, eigenlijk is dat iets waar mensen geen alledaagse ervaring mee hebben. Maar waar ze wel alledaagse ervaring mee hebben, is psychische causatie op afstand. Dus opnieuw, ik hoef iemand niet aan te raken, ik kan van op afstand iemand beïnvloeden. Misschien is het daarom wel dat mensen van God vooral spiritual gifts verwachten. Dus psychologisch bijvoorbeeld de kracht om, weet ik veel, een of andere probleem te overwinnen of te doorstaan. En misschien niet verwachten dat hij van op afstand allerlei biologische of fysieke zaken in het werk gaat stellen. En dus opnieuw, de theologie zegt wel, God is alomtegenwoordig, je zit eigenlijk overal, maar de meeste mensen denken als God als iemand die op een bepaalde plaats zit. En ook als hij handelt in de wereld, dan moet hij eerst naar plaats A en daarna gaat hij naar plaats B. Dat is allemaal niet strikt theologisch correct, maar dat is wel de manier waarop mensen naar God kijken. Dus als je over God nadenkt als over iemand die zich op grote afstand bevindt, dan is het misschien logischer om te denken dat hij op een psychische manier gaat interageren. Bijvoorbeeld om gebeden te verhoren. Psychische kwaliteit heeft minder beperkingen, vereist geen contact en je kan het van op afstand doen. Dus misschien is dat wel de reden waarom mensen vooral spiritual gifts van God verwachten. Wel, ik ben niet zo overtuigd van die verklaring. Ten eerste, natuurlijk kunnen we wel in onze alledaagse, leven kunnen we op afstand handelen, maar niet op arbitrair grote afstand. Dus uiteraard bestaat er vandaag natuurlijk wel telecommunicatie en e-mail en wat weet ik allemaal, maar dat bestond allemaal vroeger niet. Wanneer iemand relatief dicht bij je staat, dan kan je inderdaad die persoon beïnvloeden. Maar als het idee is dat God zich ver weg in de hemel bevindt, dan is het ook niet zo intuïtief aannemelijk dat God op die grote afstand zou kunnen handelen. Mensen geloven ook in het bestaan van telepathie, maar ze begrijpen wel dat telepathie iets zeer uniek is. Dus het idee dat je iemand echt op grote afstand puur met gedachten zou kunnen beïnvloeden, dat is ook niet zo alledaags. Dus men gaat er wel vanuit dat als je in een normale context, als je iemand wil beïnvloeden, bijvoorbeeld moet hij op gehoorafstand of op een of andere manier, je kan niet zomaar direct iemands gedachten gaan beïnvloeden. Oké, maar als God gedachten kan beïnvloeden op afstand, waarom zou hij dan ook niet direct fysiek kunnen ingrijpen op afstand? En inderdaad, ik geloof ook wel dat als je kijkt naar religieuze tradities, dan zie je daar talloze voorbeelden van. Dus je hebt vormen van psychische of spirituele causaliteit, maar je hebt ook echt talloze voorbeelden van God die heel fysieke, tastbare dingen doet of biologische zaken in gang zet. Bijvoorbeeld, dit is een beroemd al wel uit onderzoek, cross-cultureel onderzoek uit 1980 van George Murdoch, World Distribution of Theories of Illness, eigenlijk de verklaring van ziekten. En merkwaardig, in elke cultuur, ik denk dat er 180 culturen zijn onderzocht, werden bovennatuurlijke wezens ingeroepen als verklaring van ziekte. En ook als remedie ervoor. Dus het ene wezen kon een ziekte veroorzaken en dat is dan misschien ook oplossen, of dan moest je bij een ander wezen terecht om van je ziekte verlost te worden. Dus het idee dat bovennatuurlijke wezens biologische zaken kunnen veroorzaken, iemand ziek maken en iemand genezen, is eigenlijk niet alleen heel populair, maar dus in elke cultuur komt dat voor. In bijna elke cultuur zie je ook dat mensen geloof hechten aan goden die natuurrampen kunnen veroorzaken. Natuurrampen in de positieve zin, of misschien ook bescherming tegen natuurrampen. Dat is natuurlijk geen vorm van spirituele causaliteit, dat is echt een vorm van fysieke causaliteit. God die bijvoorbeeld, denk maar aan de orkaan Katrina, daar waren er veel evangelische christenen die dachten, ja, maar God heeft New Orleans gestraft voor, weet ik veel, homoseksualiteit of abortus, allerlei zaken, waar God niet tevreden over was. Dus het is helemaal niet zo ongebruikelijk voor religieuze mensen om te geloven in een God die fysieke mirakelen verricht, die gebeden verhoort op een fysieke manier. In de Bijbel zien we ook dat er talloze fysieke mirakels zijn. De meest spectaculaire daarvan natuurlijk is de splijting van de Rode Zee in het boek Exodus.
als God zoiets kan, ja, waarom blijkbaar op afstand, of in ieder geval, het is toch wel een redelijk spectaculaire fysische handeling. Waarom zouden gelovigen vandaag er dan van uitgaan dat God enkel via spirituele wegen handelt? Nu natuurlijk, en ik kom nu al wat dichter bij de verklaring, en u kan ze misschien ook al zelf achterhalen, dat soort voorbeelden van spectaculaire mirakels, ja, die bevinden zich vaak in het verleden. Dus mensen hebben wel religieuze tradities waar God allerlei spectaculaire dingen doet. Denk ook wel aan de miraculeuze vermenigvuldiging van, wat is het, brood en vis, denk ik. Het is brood en vis en dan wijn is gewoon de miraculeuze transformatie van water in wijn. Hier zie je de trend van God zijn macht of God zijn invloed op de wereld doorheen de tijd. Het begon met de schepping van het hele universum. Daarna heeft hij de hele planeet overstroomd in een zondvloed. Dan heeft hij ziekte veroorzaakt, walking on water. Dat was dan ergens rond 2000 jaar geleden. Syfilis genezen enzovoort. En dan helemaal onderaan zie je appearing on toast. Dat was omdat er rond die tijd een nieuwsbericht was van een toast met de gesmolten kaas. En daar zag je dan de beeldenis van Jezus. Dus je ziet, doorheen de tijd, blijkbaar is Gods macht toch een beetje afgezwakt. Dus ja, laten we inderdaad, ik trek het wat op flessen, maar ik denk wel dat we hier toch een kat een kat moeten noemen. Vele onderzoekers in de cognitieve wetenschap van religie, die deinzen er een beetje voor terug om een uitspraak te doen over de waarheid van religie. Ze zeggen eigenlijk, we bestuderen gewoon het geloof in goden en we spreken ons niet uit over de vraag of God bestaat, want eigenlijk doet dat er niet toe. Het gaat puur om die psychologische en die culturele processen. Maar natuurlijk doet dat er wel toe. Als er een God zou bestaan, als er één bepaalde God zou bestaan, als één religie het bij het juiste eind zou hebben, bijvoorbeeld, en als die God echt mirakelen zou verrichten in de wereld, dan zou dat natuurlijk een zeer belangrijke impact hebben op wat mensen geloven. Dan zou er misschien één religie zijn die plots ongelooflijk succesvol is, want ja, dat is dan de juiste religie. En misschien openbaart die God zich dan ook. Stel dat bidden inderdaad zou werken, om nu terug tot bidden te komen. Stel dat we dat kunnen bewijzen dat bidden werkt. Hè, dat er mensen zijn die, weet ik veel, een ongeneeslijke kanker hebben of zelfs een geamputeerd been en dat been terug zou aangroeien of wat dan ook. Dus als je het maar spectaculair genoeg voorstelt, dan denk ik, zou je ook mij kunnen overtuigen als atheïst. Er is zo'n beroemde scène in het boek Koningen in de Bijbel, waarbij een soort van wedstrijd wordt gevoerd tussen de aanhangers van Baal, een beetje de grote tegenstrever van Yahweh in de Bijbel, en dus de Israëlieten, de aanhangers van Yahweh. En ik denk dat ze hun beider godheid dan verzoeken om... ze hebben een beetje kreupelhuid, denk ik, bij elkaar geveegd. En ze verzoeken dus God om het spontaan te doen ontbranden. En eerst vragen de aanhangers van Baal, dus Baal, alsjeblieft, kunt je een mirakel verrichten en er gebeurt helemaal niks. En ik denk, ik ken het niet helemaal uit het hoofd, maar dan de Israëlieten, die doen er zelfs nog een schepje bovenop, die gieten eerst wat water over dat kreupelhuid en dan schiet het toch nog in vlam. En natuurlijk, terstond bekeren alle volgelingen van Baal zich, omdat ze erkennen van, jullie God is veel sterker, of hij bestaat tenminste, en die van ons, die laat niks van zich horen. Het is een absurd voorbeeld. Het heeft zich natuurlijk nooit voorgedaan. Het is mythisch. Maar stel dat zoiets zich voordoet, de psychologie van de aanhangers van Baal, die plots merken van, wow, wat is dat hier? Deze god, die doet hier plots wel iets spectaculairs. Die is heel aannemelijk. Stel dat zoiets zich zou voordoen, dan zouden we allemaal toch wel sterk onder de indruk zijn. En inderdaad, er zijn ook vandaag, er zijn niet zoveel onderzoeken, maar er zijn wel een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het effect van bidden. Sommige onderzoeken zelfs gepubliceerd in zeer toonaangevende tijdschriften. Dit is misschien de meest beroemde in 2006. Een studie van Benson in, hoe heet het tijdschrift? American Heart Journal. Study of the therapeutic effects of intercessory prayer in cardiac bypass patients. A multicenter randomized trial of uncertainty in of receiving intercessory prayer. Goed, waar het op neerkomt is dat ze eigenlijk volgens de regels van de kunst een dubbelblind gerandomiseerde proef hebben opgesteld waarbij ze patiënten met die een bypass-operatie hebben ondergaan, onderverdeelden in twee groepen. Voor de ene groep werd gebeden, ze hadden daar vrijwilligers voor,
die een beschrijving van die personen hadden gegeven. En voor de andere groep werd niet gebeden. En dan hadden ze achteraf gekeken, via statistische analyses, om te zien of er een verschil was tussen beide groepen. Lo and behold, er was geen verschil. Wegsmeten geld zou je kunnen zeggen, oké, daar ben ik voor een stuk mee eens, want de kans was klein dat hier iets uitkwam. Maar dit soort onderzoeken toont wel aan dat je in principe perfect zou kunnen aantonen dat bidden werkt als het zou werken. Of alleen maar katholieke gebeden, of alleen maar, weet ik veel, islamitische gebeden. Onlangs was er ook een grappig onderzoek. Het is zelfs, ik weet zelfs niet of het echt helemaal serieus bedoeld is, maar het lijkt er toch op. Intercessory Road Prayers van dit jaar. Life, Longevity and the Mortality of Roman Catholic Bishops, an Exploratory Study. Dat hebben dus de levensverwachtingen van verschillende bisschoppen en priesters met elkaar vergeleken. En vastgesteld dat de bisschoppen iets langer leven dan de priesters. Ja goed, als je te snel doodgaat, word je geen bisschop natuurlijk. Dat is al één verklaring. Bisschoppen zijn misschien ook iets meer opgeleid. En men weet dat hoogopgeleide mensen langer leven. Enzovoort. In ieder geval, ze hebben ook... De echte proef op de som was dan dat ze verschillende bisschoppen vergeleken met kleine, hoe heet dat, diocesen. Dus een klein gebied van autoriteit. Tegenover een groot gebied van autoriteit. Omdat een aanname was, in een groter gebied met meer mensen, zullen er meer mensen voor die bisschop bidden. En als er dus meer voor een bisschop wordt gebeden, zou je dus meer effect van bidden verwachten. En zou je dus verwachten dat die bisschoppen langer blijven leven. Oké. Lo and behold, er kwam natuurlijk geen effect uit. The lack of difference in means of length of life between bishops from the largest and the smallest dioceses means we found no effect of the number of received prayers on life duration. Het heeft een grappig effect op mij, omdat het zo heel academisch kurkdroog is uitgedrukt, maar het lijkt dus wel echt een ernstige studie. Goed, terug een beetje ernstiger. Tegenfeitelijk kunnen we stellen, stel dat God wel bestond, of dat goden bestonden, dan zou dat natuurlijk een belangrijk effect hebben op de ontwikkeling van religie en op het succes van sommige religies. Maar laten we er nu van uitgaan dat God niet bestaat. Dat we in een wereld leven zonder goden, of in ieder geval zonder mirakels. Wel, denk aan de beroemde woorden van Voltaire. Indien God niet bestond, zouden we hem moeten uitvinden. Wel, maar dan is de vraag opnieuw, welke God vinden we dan uit? Als er geen God bestaat, hoe ziet die God er dan uit die we uitvinden? En op welke manier gaan we dan bidden tot zo'n God? Als we er eigenlijk de facto vanuitgaan dat zo'n gebed nooit zal verhoord worden, welke manieren van bidden, welke ideeën die mensen daarover hebben, zullen dan misschien toch succesvoller zijn of aantrekkelijker dan andere? En ik denk, en daar heb ik dus een academische paper over geschreven, dat er drie manieren zijn eigenlijk waarop je dat kan verwezenlijken, waarop je toch de indruk kan wekken dat sommige gebeden verhoord worden, zelfs als dat eigenlijk niet het geval is. Dus als een gebed niet verhoord wordt en het is te duidelijk, het is te manifest dat het gewoon niet werkt, dat is niet zo'n goede manier om aan religie te doen, want dan zullen die geloofsovertuigingen niet zo succesvol zijn. Maar, en dat is ook de titel van ons artikel, In Mysterious Ways, er zijn manieren waarop denkbeeldige religieuze wezens dan eigenlijk via ondergrondelijke wegen toch een invloed kunnen uitoefenen op de wereld. Geen echte invloed natuurlijk, maar waarop je de indruk kan krijgen dat ze een invloed uitoefenen. En die drie ondergrondelijke wegen zijn de volgende. Je kan geloven dat God complexe kansprocessen beïnvloedt. Bijvoorbeeld het weer. Het weer is er uitermate voor geschikt, omdat het bijzonder complex en stochastisch is en chaotisch. Af en toe gebeurt er iets en we weten niet precies waar het vandaan komt. Denk aan een orkaan, waarom een orkaan ontstaat, welke richting hij uitgaat enzovoort. Het is heel gemakkelijk om te denken dat er misschien een soort van bovennatuurlijke inmenging in is. Geluk tijdens spel en oorlog, ook uitermate geschikt daarvoor, opnieuw omdat het om complexe kansprocessen gaat, waarbij je eigenlijk niet alle factoren in kaart kan brengen. Je kan ook bidden voor onzichtbare effecten. Inwendige ziekte, emotionele toestand, verliefdheid bijvoorbeeld, zwangerschap. Dat zijn allemaal zaken die, precies omdat ze onzichtbaar zijn, die zich wel ertoe lenen om daar een bovennatuurlijke oorzaak in te zien. En je kan bidden om een bovennatuurlijk mirakel waarbij God eigenlijk samenwerkt met bestaande natuurlijke factoren. Eigenlijk
dat hij op een bepaalde manier die natuurlijke factoren gaat ondersteunen. Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik de Gouden Rots in Myanmar, die volgens de legende overeind wordt gehouden door één haar van de Boeddha, dat zich daar onderaan zou bevinden. Dus die rots die balanceert en dat ene haar zorgt ervoor dat die rots niet valt. Nu, uiteraard is het niet enkel dat ene haar dat die rots doet zweven. Ja, hij rust uiteraard ook op die ravijn daar. Maar dus binnen die context kan je wel begrijpen waarom mensen dan toch... Ja, het laat hen toe om daar toch een soort van bovennatuurlijke verklaring aan te geven. Ze zeggen, ja, natuurlijk, er zijn ook natuurlijke verklaringen, maar er is een soort van bovennatuurlijke extra. Een bovennatuurlijke dimensie die dus samenwerkt met die natuurlijke oorzaken. Ik dacht, waarom zit die slide hier tussen? De geweldige film Crimes and Misdemeanors van Woody Allen. Daar wordt een grap verteld. En nu hoop ik dat ik hem nog juist kan vertellen. Er zijn twee boksers die elkaar moeten bekampen. En de moeder van een van die boksers vraagt aan de priester, een priester die ook, ja, weet ik veel, in het publiek zit of zo. Ja, father, please, can you pray for him? En die priester antwoordt de moeder van, ja, ik ga mijn best doen, but it will help if he can punch. En de pointe van de grap is natuurlijk ook, ja, uiteraard, je kan van God verwachten dat hij iets doet, maar ja, je moet natuurlijk wel zelf een kleine effort leveren en misschien dat God dan net dat kleine extraatje kan geven om ervoor te zorgen dat je wint, bijvoorbeeld. Maar je kan niet verwachten van God dat hij zomaar iets, ja, dat hij alles voor zich op zijn rekening neemt. Het is belangrijk hier om op te merken ook dat door via ondoorgrondelijke wegen te werken, dat de effecten die je daarmee bewerkstelligt, dat die niet per se zelf subtiel moeten zijn of kleinschalig of wat dan ook. Natuurrampen zijn daar natuurlijk het beste voorbeeld van. Dus het idee is dat God daar op een soort van ondergrondelijke wijze ingrijpt, op een heel subtiele manier. Maar het effect dat uiteraard wordt veroorzaakt, dus ja, gigantische ravages bijvoorbeeld in New Orleans, is natuurlijk wel zeer groot. Dus het ene sluit het andere niet uit. Denk ook aan de moordpoging op Johannes Paulus II. Ik denk dat het de paus zelf was die toen achteraf zei dat hij geloofde dat Onze Lieve Vrouw van Fatima ervoor gezorgd heeft dat de baan die die kogel aflegde, dat die net een klein beetje werd omgebogen, waardoor de kogel net niet het hart van de puis raakte. Opnieuw zou je kunnen afvragen, ja, kon Onze Lieve Vrouw er niet voor zorgen dat het geweer gewoon niet werkte? Of op een of andere manier was dat niet een veel voor de hand liggende manier? Ja, nee, dat is misschien niet subtiel genoeg, niet ondergrondelijk genoeg. Maar als je zo een klein beetje ingrijpt door het een bepaalde richting uit te sturen, dan valt het ook veel minder op. Maar het effect is natuurlijk wel groot, kan het verschil maken, volgens de paus dan, tussen leven of dood. Dus je kan via subtiele en ondergrondelijke wijze toch grote effecten bereiken. En daar is het natuurlijk in religie vooral om te doen. Je wil dat God iets belangrijks in het werk stelt. Er is een verhaal dat ik gevonden heb in Le Jardin d'Épicure van Anatole France. Over ja, Anatole France die zelf Lourdes bezoekt en een vriend van hem die merkt op, kijk eens, al die achtergelaten krukken, dat is toch wel fantastisch. Al die mirakels die God hier verricht heeft enzovoort. Het is Anatole France zelf die opmerking maakt en zijn gesprekspartner repliceert daarop, ja, dat is allemaal wel goed en wel, al die krukken, maar waarom zijn er nergens glazen ogen en houten benen te vinden? Une seule jambe de bois on dirait bien davantage. Etienne Vermeers heeft daar ooit een tekst over geschreven en noemde dan het Lourdes-effect. Dus mensen geloven wel dat God mirakelen kan verrichten, maar dan toch blijkbaar niet alle mirakelen. Dus je zal niet zomaar zien dat God een geamputeerd been zal herstellen of dat hij een glazen oog zal herstellen. Nee, je zal misschien wel zien dat hij mensen van een kanker geneest of dat hij ervoor zorgt dat kreupelen weer kunnen lopen enzovoort. Dus
Het zijn het soort robuuste effecten, dat natuurlijk ook veel meer indruk zou maken op atheïsten zoals ik. Ja, dat verwachten mensen dan toch weer niet van God. Dus ze gaan eigenlijk gaan zoeken op, naar manieren waarop God toch op een meer subtiele en ondergrondelijke wijze kan werken. Op een manier die misschien ook net minder onderzoekbaar is. Je kan het ook op een andere manier bekijken. Dus waarom houden mensen van goden die op ondergrondelijke wijze werken? Wel, het kan natuurlijk altijd zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn met een geamputeerd been of een andere fysieke, echt zichtbare aandoening die misschien gehoopt hadden dat God een mirakel voor hen zou verrichten. Maar dat is de kans op teleurstelling is dan 100%. Dat zal gewoon sowieso niet gebeuren. Terwijl er bepaalde aandoeningen zijn, bijvoorbeeld spontane remissies van ongeneeslijke ziekten als kanker, die komen af en toe voor. Dus daar op zich heb je wel een kans, als je daarvoor bidt, dat zoiets zich in de praktijk voordoet. Dus de teleurstelling is daar niet onvermijdelijk. Dus misschien is het in de geschiedenis wel zo geweest dat mensen vanuit een oprechte geloof dat er een bovennatuurlijk wezen bestaat, voor allerlei zaken gebeden hebben. Maar sommige van die zaken die waren nooit succesvol. Daar werden ze telkens opnieuw door teleurgesteld. Dus na verloop van tijd, en ik denk dat dat een soort van psychologisch leermechanisme moet geweest zijn, heeft men die verwachtingen een beetje bijgesteld. En op dit moment, denk ik, zeker dus ook in bestaande religieuze tradities, zie je dat mensen vooral voor die zaken gaan bidden waarvoor de teleurstelling niet gegarandeerd is. Waarvoor op zijn minst een kans bestaat dat er iets zal gebeuren dat mensen dan vervolgens aan een goddelijke interventie kunnen toeschrijven. Ah ja, dit is ongeveer waar het op neerkomt. Ik weet niet waarom het hier in het Engels is. Het is Asterix, het is een beetje belachelijk. Maar jullie kennen allemaal de toverdrank van hoe heet hij weer? Ja, niet van Obelix, van de Panoramix, juist. De druïde. Een toverdrank die bovennatuurlijke krachten geeft. Op een bepaald moment nemen ze het Panoramix gevangen, en dus nemen de Romeinen hem gevangen en dwingen ze hem om een toverdrank te maken. Nu, Panoramix, die houdt ze voor het gek natuurlijk, die maakt gewoon een kruidentheetje. Maar die Centurion, die is zich van geen kwaad bewust. Die probeert, zegt, and now to try out my new strength. Probeert zo'n gigantische boomstam op te tillen. Oké, dat is misschien een beetje te veel. Kleinere rots enzovoort. Something smaller. En uiteindelijk komt hij met iets. I've done it, I'm Superman. Door die verwachtingen telkens opnieuw naar beneden bij te stellen, kom je uiteindelijk bij iets dat op zich dat helemaal niet zo miraculeus is. Opnieuw, spontane remissies. Mensen die genezen van bijvoorbeeld kankers of andere ziekten. Dat komt in de praktijk wel af en toe voor. Dus dat is op zich helemaal niet zo miraculeus. Mensen gaan niet bidden voor zaken waarbij de ontgoocheling absoluut verzekerd is. Een regendans en een droog seizoen, daar is ook een beroemde anekdote over, maar ik weet niet, ik denk van Evans Pritchett, van een of andere antropoloog, die vroeg van, maar als jullie dan regendans doen, omdat de voorvaderen zijn het dan meestal in plaats van goden, omdat zij regen zouden brengen, waarom doen jullie dat nooit in een droog seizoen? Waarop hij natuurlijk antwoordt, de sjamaal antwoordt van, gij onnozelaar, wie doet er nu een regendans in een droog seizoen? Het is uiteraard alleen maar in het natte seizoen, in het seizoen waar er op zijn minst een kans is op regen, dat men die regendans zal doen en lang genoeg zal doen totdat het uiteindelijk regent. Maar niemand zal dat doen in het droogseizoen, maar daar weet men, heeft men gewoon op proefondervindelijk vastgesteld dat het gewoon geen zin heeft. De keerzijde van die medaille is, mensen gaan ook niet bidden voor zaken die absoluut verzekerd zijn. Dus de zaken waarvan je de garantie hebt dat ze zullen gebeuren, daar hoef je niet voor te bidden. Er is ook een beroemde studie van Malinowski, al heel oud, in de Trobriand-eiland, waarbij hij dus vaststelde dat wanneer mensen gingen vissen, dan waren er twee opties. Ofwel gingen ze vissen, als ik me niet vergis, was het ergens in een meertje met redelijk kalm water. Er was er niet zoveel risico, maar de opbrengst, de visvangst was misschien ook bescheiden. Maar dan hadden ze een andere vorm van visvangst in de open zee, waar een veel groter risico bestond dat een boot kapseisde enzovoort en dat ze misschien ook verdronken. Alleen maar in de tweede situatie gingen ze bidden. Gingen ze dus of amuletten meenemen of in ieder geval bovennatuurlijke hulp gaan vragen.
Omdat in het eerste voorbeeld, dus ja, dat was een soort van, dat was voorspelbaar. Elke keer, ja, kon men een paar vissen vangen. Maar die grote risico's en ook misschien ook grote opbrengst, als je dan één keer een walvis kan vangen of zo, daar heb je dan wel. Dan is het wel meer aannemelijk dat je daarvoor gaat bidden, omdat er meer op het spel staat. Niemand bidt voor de zwaartekracht, uiteraard. Dus dat zijn zaken die helemaal voorspelbaar zijn. En natuurlijk, dat zijn zaken die zich niet lenen tot geloof in bovennatuurlijke interventies. Dus waarom bidden mensen voor subtiele goddelijke interventies? Wel, er zijn meer kansen op toevalstreffers. En er is dus meer kans ook om een gelegenheid te geven aan die beroemde confirmation bias die we allemaal kennen uit de psychologie. Dus de neiging van mensen om vooral op zoek te gaan naar bevestigingen van hun geloof en geen aandacht te besteden aan de keren dat het niet lukt of dat het niet bevestigd wordt. Wel, zo'n bevestigingsvooroordeel kan natuurlijk enkel werken als er af en toe een bevestiging is. Als er helemaal nooit een bevestiging is, ja, dan is er niks om te selecteren. Dus je moet af en toe eens toch een sprankeltje hoop hebben dat je kan geloven van, ja, misschien is er toch een God aanwezig die sommige gebeden verhoort. En uiteraard zal dat niet altijd gebeuren. Het is nog altijd zo, zeker dus als je bijvoorbeeld God... ik ga maar een triviaal voorbeeld geven. Denk aan die bokser van daarnet die bidt. Of denk aan mensen die bidden voor een voetbalwedstrijd. Ja, als ze van beide kanten bidden, uiteraard, er moet iemand verliezen. Maar zolang dat je af en toe eens wint, ja, dan kan je jezelf altijd toch wijsmaken dat er dan een verklaring was voor die keer en dat het niet gelukt is. Bijvoorbeeld dat je zondig werd, of dat het niet in Gods plan paste, of dat je God niet kan dwingen. Nee, je kan uiteraard, het is een beetje aanmatigend om een alwetend en al goed wezen te zeggen welke ploeg er moet winnen, bijvoorbeeld. Of dat je gedachten niet zuiver waren, dat je gedwarsboomd werd door boze krachten, enzovoort. Zolang dat er af en toe voorbeelden zijn waarbij het wel lukt, denk ik, kan je daarmee overweg. En kan het geloof in het effect van bidden en in bovennatuurlijke interventies stand houden. Ik heb nu vooral gesproken over de christelijke traditie, omdat ik daar natuurlijk het meest mee vertrouwd ben. Ik ben zelf katholiek opgevoed, ik heb zelf nog gebeden enzovoort. Er is allemaal niks van terechtgekomen. Altijd teleurgesteld. Nooit wat ik wou. Dus uiteindelijk ben ik daarmee opgehouden. Maar om nu één voorbeeld te geven, het is een beroemd voorbeeld in de antropologie ook, uit een totaal andere cultuur, daar zie je eigenlijk heel gelijkaardige zaken. Edward Evans Pritchett is een antropoloog die in 1937 een boek schreef over magie en hekserij bij de Zande. Ik ben niet vergeten, dat ergens in Soudaan, West-Afrika. Een stam die niet in goden geloofde, maar wel in boze en in goedaardige krachten. En de boosaardige krachten waren heksen. En wanneer er iets slecht gebeurde, bijvoorbeeld wanneer iemand ziek werd of wanneer iemand omkwam in een oorlog, of wanneer een huis instortte, dat is blijkbaar iets dat af en toe gebeurde, lemen hutten die ze gebouwd hadden, dan werd dat altijd toegeschreven aan hekserij. En dus bovennatuurlijke wezens die daarvoor gezorgd hadden. En ook daar zie je waarom geloven mensen wel in het instorten van een lemen hut, bijvoorbeeld, als een bovennatuurlijk verschijnsel. Wel, ten eerste omdat het heel onvoorspelbaar is. Je weet niet wanneer die hut gaat instorten. Af en toe gebeurt het, af en toe gebeurt het niet. Leent zich perfect tot bovennatuurlijk geloof. En het interessante is dat mensen ook begrepen dat er wel degelijk natuurlijke oorzaken waren voor het instorten van die hutten. En Evans Pritchett beschrijft ook een dialoog die hij toen had met een aantal Zande over de ineenstorting van een specifieke hut, waarop hij zei, ja, maar je ziet toch dat hier termieten aangeknaagd hebben en dat de reden is waarom die hut is ingestort. En uiteraard, ze waren niet onnozel, ze wisten nou wel dat die termieten daar iets mee te maken hadden. Maar ze gingen die hekserij dan zien als een mechanisme die termieten aanwendde. Dus de bovennatuurlijke oorzaak werd daarop geënt als een soort van meewerkende oorzaak. Dus men ging ervan uit, ja, uiteraard zijn het die termieten, maar die termieten zijn gestuurd door een heks.
En de reden waarom ze de specifieke hut uitkiezen en een andere hut niet, die zijn bovennatuurlijk. En de reden waarom de hut op één specifiek moment instort, als er een persoon bijvoorbeeld aanwezig is of niet, is ook bovennatuurlijk. Dus de natuurlijke en de bovennatuurlijke oorzaken, die sluiten elkaar niet uit. Denk opnieuw aan de grap uit de film van Woody Allen. Ja, natuurlijk, je kan wel bidden tot God dat hij ervoor zorgt dat je die bokskamp winst, maar ja, je moet natuurlijk wel zelf een beetje er tegenaan meppen, anders gaat dat niet gebeuren. Hoogstens kan je van God verwachten dat hij op een of andere subtielere wijze je aan die overwinning helpt. Dus dit is nu één voorbeeld, dus het is een totaal andere cultuur. Maar ik denk dat het geloof in ondergrondelijke wegen en in subtiele vormen van bovennatuurlijke oorzaken, dat heel wijd verspreid is. Ik denk dat ik bijna een uur aan het spreken ben, dus dat komt goed uit, want hier is mijn conclusieslide. Waarom geloven mensen in goden en in andere bovennatuurlijke wezens? Wel, het is perfect natuurlijk. Het is iets waar we allemaal vatbaar voor zijn. Het is een normaal product van ons brein. Maar als je dan een onderscheid gaat maken tussen verschillende vormen van religie, verschillende vormen van natuurlijke geloof, van bovennatuurlijk geloof, dan zijn niet alle denkbeelden even aantrekkelijk. Er zijn soms redenen waarom sommige zaken meer aanslaan dan andere. Daar zijn psychologische verklaringen voor, uiteraard. Maar als je dan nadenkt over bidden en waarom mensen geloof hechten aan bovennatuurlijke wezens die gebeden verhoren ook, die ingrijpen in de wereld, ja, dan zijn er betere en minder goede manieren om dat te doen. Sommige daarvan gaan dus beter aanslaan. En ik denk dat je in heel veel verschillende culturen ziet dat om begrijpelijke redenen, dus om de redenen die ik heb uitgelegd, dat mensen bovennatuurlijke wezens verkiezen die op ondergrondelijke wegen vertrouwen, die dus in mysterious ways handelen, dat is de titel van onze paper ook. Dus de zaken waarvoor ze bidden zijn niet de zaken waarbij ze gegarandeerd teleurgesteld zijn. Nee, het zijn de zaken die zich af en toe wel zullen voordoen en waarbij ze op een of andere subtiele wijze toch een bovennatuurlijke oorzaak kunnen aan toeschrijven, zelfs als die er eigenlijk niet is. Als iemand daarin geïnteresseerd is, kan ik onze paper, het is ondertussen al 10 jaar oud, amai, ik word zelf uit, 2011, samen met Johan de Smet geschreven. We hebben er ook wel een beetje over geschreven in ons boek De Ongelovige Thomas. Daar bespreken we onder andere die studie uit 2006 naar het effect van bidden. In mijn boek Illusies voor Gevorderden heb ik ook een beetje geschreven over die cognitieve wetenschap van religie en de culturele evolutie van de religie en waarom dus sommige religies succesvoller zijn dan andere. En ik geloof dat mijn laatste slide is. Inderdaad, dus hierbij kan ik afronden. Dank u wel. De eerste vraag is altijd een beetje de lastigste of de moeilijkste, maar ik denk, ja, sta gewoon recht en dan zien we uit welke hoek het komt, spreek luid genoeg en ik denk dat Maarten zelf wel kan aanleunen. Dan het is geen vraag, het is eerder een kleine opmerking. Mijn promotor in Leiden maakte een onderscheid tussen godsdienst en de religie. Godsdienst, zegt hij dus, zoals het woord letterlijk zegt, ne? De dienst van God, wat men in volksmond noemt, praktiseren. Dat betekent dus dat men bepaalde rituelen uitoefent, van gebeden, offeren enzovoort. Ne? Terwijl religie, dat zou dat wijzen op het zich verbonden voelen met al wat leeft, bijvoorbeeld al medemensen. Van ook alle andere levende wezens, met de natuur, met de aarde, de lucht, de oceaan. Dus op die manier zou men kunnen een religieus gevoel hebben
Ja, dat is inderdaad een onderscheid dat door sommige mensen wordt gemaakt. Ik denk dat Albert Einstein ook verschillende keren heeft gezegd dat hij in dat opzicht religieus was. Dat hij dus een bepaalde ontzag voelde voor de kosmos en voor de wetten van de natuur en hoe dat allemaal ingenieus in elkaar zat, zonder dat hij geloofde dat daar een persoon voor verantwoordelijk was. Dus het was, ik denk, wat is de etymologie van religie? Is religiare in het Latijn? Of die... Zich verbonden voelen, ja. Dus ik geloof niet dat het onderscheid conceptueel door te trekken valt in onze cultuur of in andere culturen. Dus ik denk, het is een beetje een kunstmatig onderscheid, maar het staat iedereen natuurlijk vrij om termen op een bepaalde manier te gaan invullen. Als je religie op die manier defineert, als je zegt, religie betekent enkel een gevoel van ontzag voor de kosmos en misschien een gevoel van verbondenheid met alle materie, ja, in dat opzicht ben ik ook religieus, maar ik zou die term nooit gebruiken, toch niet om op mezelf toe te passen, precies omwille van alle bagage die je daarin meesleept. Want voor veel mensen is religie natuurlijk wel iets heel anders. En het is ook niet verwonderlijk dat het citaat van Albert Einstein vaak wordt aangehaald door mensen die religie dan misschien toch op een iets persoonlijker manier opvatten. Dus je kan ook zeggen, je kan in principe hetzelfde doen met het woord God ook. Je kan zeggen, ja, maar ik geloof in een spinozistische God, dus een God die gewoon eigenlijk samenvalt, deus sive naturae, met de hele kosmos. Als je dat drie letterwoord God op die manier definieert, ja, uiteraard, dan zijn wij allemaal, geloven wij allemaal in God. Dus ik denk dat dat nuttiger is om te gaan kijken naar wat mensen, zeker als het gaat om de verklaring van religie historisch gezien, antropologisch gezien, dan gaat het om meer dan een gevoel van verbondenheid met de kosmos. Dus opnieuw, het is lastig om echt universele uitspraken te doen over menselijke cultuur, maar ik denk wel dat je kan stellen dat in elke menselijke cultuur mensen geloof hechten aan een soort van bovennatuurlijke personen. Het zijn niet altijd de scheppers, dus het is niet altijd dat ze geloven in iemand die de wereld heeft geschapen. Soms gaat het ook om de geesten van hun voorvaderen bijvoorbeeld. Dat zijn in die zin dus geen goden, ze zijn ook niet almachtig of zo, ze zijn misschien zelf sterkelijk. Dus er zijn allerlei variëteiten daarin te bedenken. Maar ik denk dat religie op de manier dat u dat nu definieert, een zeer recent verschijnsel is. Dat het eerder vanaf de moderniteit is, bijvoorbeeld, en Spinoza was daarin van de voorlopers. Dus discussie natuurlijk over de vraag wat de religieuze opvattingen van Spinoza waren. Maar ik denk dat dat dus een relatief modern verschijnsel is en dat zeker tot voor de opkomst van de moderniteit dat religie, dus, of bovennatuurlijke overtuigingen voor mensen, toch een stuk concreter waren en ook persoonlijker. Dat het altijd toch op een of andere manier ging om personen en niet zozeer, uiteraard, verbondenheid met de kosmos hebben mensen waarschijnlijk altijd gevoeld op een of andere manier, zelfs als een totaal verkeerde opvatting hadden van de kosmos. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat we altijd religieus geweest zijn en het nog altijd zijn. Maar ik denk dus dat, ja, opnieuw, dat de manier waarop je religie daarnet definieerde, dat eerder een verschijnsel is van de afgelopen, laten we zeggen, twee, drie eeuwen. Ja. Ik heb daar rond meermaals met collega Etienne Vermeer gediscuteerd in het pand, dat ik hem zei, ja kijk, beste collega Etienne, u hebt afscheid genomen van die kerk, omdat je al die dogma's niet kon aanvaarden, en nu omarmt je een ander dogma, namelijk dat van het atheïsme. Dus dat er niets bestaat. Dat ik hem zei, hoe kunt je dat nu weten? Waarom noemt je u dan niet eerder liever agnost, die eenvoudig oprecht zegt dat hij het niet weet? Ja, ik wou dat Etienne hier was, want hij zou u veel beter van antwoord kunnen bedienen dan ik zelf, maar ik zal hem toch proberen een klein beetje te channelen. Ik denk dat Etienne zou verwijzen naar de filosoof Bertrand Russell en zijn theepot. Russell heeft ooit het argument tegen agnosticisme ingebracht dat we net zo goed kunnen geloven dat er een theepot in een baan rond de aarde
zit, maar dat die te klein is om waar te nemen, zelfs met onze beste telescopen. Kunnen we bewijzen dat die theepot er niet is? Nee, dat kunnen we niet, want per definitie is onzichtbaar. Moeten we daarom agnostisch zijn over de theepot? Nee, dat zou een beetje absurd zijn. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat zo'n theepot er is. Dus eigenlijk, tot nader order gaan we ervan uit dat er geen theepot is. In die zin denk ik niet dat Etienne Vermeers of Bertrand Russell, of ook ikzelf, reken me daar ook toe, dat wij een dogma omarmen, omdat wij altijd de mogelijkheid openlaten dat er plots bewijzen zullen opduiken voor het bestaan van een of andere god of van een theepot. Als die theepot er is, zal ik er ook wel in geloven. Dus ik heb er al een paar keer naar verwezen. Als er nu echt een spectaculair mirakel zou zijn, als de wolken zouden openbreken en daar is iemand met een lange witte baard en zo. Ah, goed, ja, ik maak het een beetje kinderlijk natuurlijk, maar ons plots zou toespreken en zegt: het moet nu gedaan zijn met al dat atheïsme. Hier, ik zal Etienne Vermeers is hier in de hemel en hij zal het jullie even vertellen dat jullie allemaal ongelijk hadden. Wel, dan zou ik uiteraard ook overtuigd zijn. Het is alleen zo, ik zie geen spatje bewijs voor de christelijke god of de islamitische god of wat dan ook. En dan ga ik, net zoals in heel veel andere contexten, ervan uit, iets waar ik helemaal geen bewijzen voor vind, daar ga ik vanuit dat het niet bestaat tot nader order. Net zoals ik niet geloof in het monster van Loch Ness of in Bigfoot, terwijl in principe altijd theoretisch mogelijk is dat die entiteiten bestaan. Dus in die zin denk ik niet dat het een dogma is. Het enige wat je zou kunnen zeggen, maar dat is dan eerder Etienne zijn eigenheid. Etienne heeft wel gezegd dat hij de god van het christendom, zoals die gedefinieerd wordt, dus al goedheid, al wetendheid, dat hij daarvan op logische wijze kan aantonen dat hij niet kan bestaan. Dus hij heeft niet gezegd dat hij het atheïsme kan aantonen, dus 100% zeker. Maar hij heeft wel inderdaad gezegd dat de christelijke god, via de traditionele definitie, via het beroemde probleem van het kwaad, als God almachtig is en al goed, waarom laat hij dan kwaad toe in de wereld? Ik ga een beetje kort door de bocht nu, hij heeft dan nog een aantal bewijsstappen, maar dan leidt hij daaruit af. Die specifieke god met die eigenschappen, die kan niet bestaan. Maar hij is nooit dogmatisch geweest over het atheïsme zelf. En ik denk ook niet zelfs iemand als Richard Dawkins, die schrijft bijvoorbeeld in de God Illusion, dat hij slechts 99,99% zeker is dat God niet bestaat. Dus je moet altijd de mogelijkheid openlaten. Ik heb daar trouwens een tijdje geleden ook een aantal academische artikels over geschreven. Er zijn filosofen die zeggen dat je per definitie nooit bewijs kan vinden voor het bestaan van God. Omdat God nu eenmaal ongrijpbaar is enzovoort. Dus eigenlijk kan je daar geen uitspraken over doen. Daar ben ik het niet mee eens. Dus opnieuw, ik kan mijn beste scenario indenken waardoor ik als atheïst ook zou overtuigd raken dat er een bovennatuurlijke schepper bestaat, bijvoorbeeld. Ik heb alleen nog nooit de bewijzen gezien, maar als iemand voldoende bewijzen kan voordragen, dan laat ik mij daar zeker door overtuigen. Dus in die zin, ik denk dat dat ook de wetenschappelijke houding is die je moet aannemen, dus dat je nooit iets 100% zeker kan uitsluiten. Een beetje een heel lang antwoord, maar goed. Ik weet niet wat er nog veel vragen zijn, maar er was er daarnet maar één. Dus. Graag gedaan. Daarachteraan, u was eerst, denk ik. Dat u focust inderdaad nogal zeer sterk op de christelijke en de islamitische godsdienst. Het zijn natuurlijk twee godsdiensten die zeer sterk verweven zijn met een politiek apparaat. Maar als meneer het daar dan bijvoorbeeld heeft met verbonden zijn met de kosmos en een geloofssysteem, het hindoeïsme, problematisch of geen term, maar die godsdienst in India eigenlijk, kunt je er dan zo zeker van zijn dat dat cultureel zoveel evolueert en zo succesvol is? Want voor mezelf die godsdienst in India toch ook nog altijd leven. Hoewel dat niet zo'n systeem is. Welke godsdienst is altijd leven? De godsdienst in India. Dat is natuurlijk een zeer egocentristische term om op dat geloofssysteem te kleven. Hè. Dat is, dus in hoeverre kun je dan ervan uitgaan dat een godsdienst zodanig evolueert? Wel, maar Indische godsdiensten, laat ik het nu zomaar zeggen, want ja, inderdaad, daar heb je ook een probleem van afbakening, die zijn ook zeer succesvol. Misschien iets minder dan het christendom en de islam, puur numeriek uitgedrukt. Zal je meer, denk ik, gelovigen vinden die voor de christelijke god bidden dan voor Vishnu bijvoorbeeld, of dus allerlei Indische godheden. Maar er zijn ook goden waar helemaal niemand meer voor bidt. Dus goden die gewoon verdwenen zijn, of die we alleen nog maar kennen van historische teksten. Dus in die zin, denk ik, kan je wel duidelijk een onderscheid maken tussen goden die al heel lang bestaan en al heel lang de tand des tijds hebben doorstaan. Dus die telkens opnieuw in elke generatie opnieuw geloven vinden.
En dat is niet zo evident. Dus voor de meeste godsdiensten geldt dat niet. Maar de Indische tradities waar u naar verwijst, daarvoor geldt grotendeels ook wat ik zei over de islam en het christendom. Het is alleen zo, maar goed, dat is een ander verhaal. De bijzondere verklaring voor het succes van het christendom en de islam is dat het proselyterende godsdiensten zijn, meer dan in Indische tradities. Of dan ja, het hindoeïsme, om nu toch maar die term te gebruiken. Dus natuurlijk ja, een van de beste manieren om het voorbestaan van je religieus systeem te verzekeren is door, ja, door nieuwe zieltjes te werven of door andere mensen van je geloof te overtuigen. En zowel het christendom als de islam hebben dat op zeer succesvolle wijze toegepast. En dat onderscheidt hen bijvoorbeeld van het jodendom. Dus ze komen voor een stuk allebei uit het jodendom voort of uit de joodse traditie. Maar het jodendom is in vergelijking met de christendom en de islam geen proselyterende godsdienst. Dat is eigenlijk iets dat van ja, gewoon via biologische overerving wordt doorgegeven. Dus het is niet de bedoeling dat... Dus, ja, het is... Pardon? Wel, het is succesvol in die zin. Je moet ook... Ja, succesvol kan je op verschillende manieren gaan invullen. Het is in die zin succesvol dat het al zeer lang bestaat. En dat het al een continuïteit heeft van ja, letterlijk millennia. Uiteraard, er is altijd veel minder continuïteit dan de gelovigen zelf denken. Dus gelovige mensen zijn er altijd van overtuigd. Ja, wat de praktijken die wij nu toepassen, de zaken waar wij nu geloof aan hechten, die bestaan al duizenden jaren lang ongewijzigd. In de praktijk valt dat nogal tegen en is er natuurlijk wel evolutie. Maar het leidt geen twijfel dat de Pentateuch bijvoorbeeld, dus in de Joodse traditie, waar dan ook waar het testament op gebaseerd is, ja, die bestaat al duizenden jaren lang ongeveer wel in ongewijzigde vorm. Dus in die zin is het succesvol, omdat het dus al zeer lang bestaat. Maar het christendom is succesvol op een andere manier, namelijk dat het heel expansief is en veel meer zieltjes heeft gewonnen. Was daar in het midden nog een vraag? Je zegt dat de reden voor het succes van een religie of een god iets te maken hebben met het feit dat het een coherent systeem is. Maar langs de andere kant is toch overduidelijk dat de monotheïstische godsdiensten een groot probleem hebben met het verklaren van het kwaad in de wereld. Waarom wordt daar net eventjes allusie op gemaakt met het zeggen dat die kentumeers daar ook op. Dat is toch een serieus defect in het systeem om de wereld te verklaren? Ja, dat is een goede vraag, maar tegelijkertijd denk ik dat... Kijk, de redenering van iemand als Etienne Vermeers is ook heel cerebraal en is een soort van theologische bewijsvoering. En dan moet ik opnieuw verwijzen naar wat ik verteld heb over theologische incorrectheid. Dus er is een traditionele definitie van God als al goed en al wetend en al machtig, maar dan is er de God waar mensen daadwerkelijk in geloven. En de God waar mensen daadwerkelijk aan geloven, die beantwoordt niet aan die eigenschappen. Dus intuïtief gaan mensen dan wel gaan denken, bijvoorbeeld, dat God niet almachtig is, omdat hij bijvoorbeeld de mensen vrije wil heeft gegeven en dat mensen zelf elkaar kwaad aanrichten. Of dat God niet almachtig is, omdat er bepaalde zaken zijn waar hij geen invloed kan op uitoefenen, of waar hij misschien gewoon de keuze heeft gemaakt van, kijk, ik laat het universum nu voor wat het is, en alle kwade zaken die daarbij komen kijken. En ja goed, daar kan ik niks aan doen. Of in ieder geval, dat zou misschien nog meer kwaad veroorzaken als ik daarop zou gaan ingrijpen. Dus eenmaal dat je afstapt... Ik heb ooit, bij wijze van grap, ik heb ooit in een debat met een christelijke theoloog, heb ik hem ooit voor de voeten geworpen, omdat dat ging over de traditionele definitie van God. Ik zei van, ja, maar je maakt het jezelf toch zo moeilijk door niet enkel te zeggen, ja, God is heel machtig en hij is moreel, heel rechtschapen. Nee, hij is al goed en almachtig. Dus ze verbinden zich tot die extreme logische eigenschappen en die botsen natuurlijk met elkaar. Het is heel makkelijk om dan aan te tonen, als hij almachtig is en al goed, dan zit je meteen met een gigantisch probleem, het probleem van het kwaad. Het zou veel aannemelijker zijn, David Hume heeft daar ook over geschreven, om ervan uit te gaan dat de wereld is geschapen door een god die eigenlijk niet al te fraai is. Denk maar aan de goden uit het Griekse pantheon, die zelf moorden en verkrachten en bedrogen enzovoort. Eigenlijk, als je naar de wereld kijkt, is dat veel aannemelijker. Of op zijn minst, en dat is dan ook iets dat je in de christelijke traditie terugvindt, dat er een kwaadaardig persoon is. Dus je hebt dan God, maar dan heb je ook de duivel. Dat is ook een manier om aan dat probleem van het kwaad te ontsnappen. Niet als je vasthoudt aan de traditionele definitie, want dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat de duivel geen macht heeft, want God is almachtig. Maar als je dus zegt, ja, maar er is een goede en er is een kwade kracht en die hebben allemaal
tot op zekere hoogte invloed, dan kan je daaruit gaan ontsnappen. Dus ik wil daarmee niet zeggen dat de christelijke traditie helemaal consistent is of coherent. Maar wat ik bedoel met die coherentie is vooral, trouwens, mensen zijn ook niet, mensen hebben een zekere tolerantie voor inconsistenties. Je kan op allerlei manieren aantonen dat mensen in zaken geloven die eigenlijk onderling inconsistent zijn, maar ze hebben die consistentie gewoon nog nooit opgespoord. Maar wat ik bedoel met de coherentie of de robuustheid van een geloofssysteem, is vooral dat het bepaalde mechanismen bevat om kritische vragen af te wijzen. Of daar op een of andere manier een antwoord voor te verzinnen. Bijvoorbeeld, ik ga nu een extreem voorbeeld geven, maar in de christelijke traditie heb je het idee, denk maar aan dus de evangelische christenen die geloven dat de wereld in 6 dagen geschapen is en dat de evolutietheorie niet klopt en dat er dus nooit evolutie is geweest. Wel, hoe gaan zij dan om met die gigantische hoeveelheid bewijslast? Dan zeggen ze, ja, maar dat is de duivel die ons probeert te verleiden. Dat is de duivel die ervoor gezorgd heeft, die ons eigenlijk tot ongeloof probeert te verleiden omdat hij een gevallen engel is en omdat hij jaloers is op God enzovoort. Dus wat mij vooral interesseert in die geloofssystemen zijn dat soort manieren om eigenlijk alles te verklaren, alle mogelijke tegenbewijzen of tegenargumenten die je kan verzinnen. Wat ik hier voor een stuk heb uitgelegd is ook een manier om... Ja, kijk, als je het geloofssysteem zo maakt dat je nooit... dat je nooit echt iets op het spel zet. Als je natuurlijk voor God zou bidden om een echt tastbaar mirakel, dat zal niet gebeuren, dan ben je altijd teleurgesteld. Maar als je het geloofssysteem zo in elkaar zet dat je bidt voor die zaken die zich af en toe zullen voordoen, ja, ik vind dat wel ingenieus in elkaar zit, op een manier. Ik zeg niet dat mensen dat doelbewust zo ontworpen hebben, maar ik kan wel begrijpen, dus ik ben zelf ook gelovig geweest, dus ik kan mij daar ook wel nog in verplaatsen, waarom zo'n geloofssysteem wel aantrekkelijk is. En waarom je daar, als je binnen dat systeem redeneert, dan kan je eigenlijk het argument alleen al dat Gods wegen ondergrondelijk zijn. Ja, dat is een beetje een dooddoener. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel, bijvoorbeeld om te gaan met het probleem van het kwaad. Het helpt niet op een manier die voor ons, of voor mij als atheïst, bevredigend is. Maar het is wel, ja, er is een heel rijke traditie manieren eigenlijk die religieuze mensen hebben bedacht om te gaan met dat probleem van het kwaad. En sommige van die verklaringen zijn best wel ingenieus. En opnieuw, wanneer ze dus te slap zouden zijn of te weinig overtuigend, ja, dan zou die religie gewoon verdwijnen. En het feit dat die er nog altijd is, wil het wel zeggen dat er toch... Het is toch een redelijke prestatie om mensen ervan overtuigen dat er een bovennatuurlijk wezen bestaat, terwijl er eigenlijk geen tastbaar bewijs voor is. En dat toch al honderden, duizenden jaren telkens opnieuw aanhangers vindt in elke generatie. Indoctrinatie is een ander voorbeeld, natuurlijk ook de manier waarop een geloofssysteem zichzelf in stand houdt. Als je kinderen van kindsbeen af gewoon de geloofsbelijdenis laat opdreunen en je indoctrineert hen. Denk maar aan de beroemde citaat van de Jezuïeten die zeiden van ja, geef mij het kind als het 1 jaar of 6 is en dan kneed ik het wel op de manier zoals wij willen. Dus dat vind ik wel fascinerend, hoe die geloofssystemen zichzelf in stand houden. Het is ondertussen al 8:40, dus we zullen de avond een klein beetje moeten afronden hier. Bedankt toch nog voor jullie vragen en bedenkingen. Helaas geen receptie, maar dat kunnen we misschien later goed maken. En bedankt voor de lezing van Maarten Boudry.